Hey mensen! Welkom bij een nieuwe, speciale video op dit kanaal. Een tijdje terug hebben wij namelijk de serie de non-bucketlist gemaakt. Ik zit hier aan de handrem eraf en dan gaat het gebeuren. En aangezien we een samenwerking hebben met Lego, die een nieuw spannend thema hebben, namelijk de Hidden Side Collectie, dachten wij, hey, daar kunnen we wel een coole non-bucketlist mee maken. Met deze collectie kun je namelijk op spoken jagen. Wow, wat? Spoken jagen? Ja. In Hidden Side gaan twee influencers, Jack en Parker, in hun stadje Newbury op zoek naar spoken. En dat kun je zelf ook doen met het speelgoed, namelijk via een app. Die kun je dan op het speelgoed richten en dan kun je op zoek naar geesten. En omdat één iemand van ons nogal bang is voor spoken, geesten en alles daaromheen... Oh nee, hè. ...gaan we vandaag op spoken jagen! Wow, wacht even. Het hele idee van een non-bucketlist was volgens mij dat er een rat was en dat rat dat bepaalde klopt, en daarom wie... heb ik hier een rat! Hoppa. Ja, maar wacht, dat is echt totaal niet eerlijk, hè? Marit, kom op. We hebben alles al geregeld voor deze video. Er staat hier een hele crew. We hebben een samenwerking met Lego en daar staan twee dames. Dat zijn twee ghost hunters, hè? Echte ghost hunters. Die kunnen we toch niet zomaar laten staan? Oké, draai maar. Oké, spannend! Wie gaat het worden? We gaan op geesten jagen! Marit's non bucketlist! Ik vind het erg niet leuk. Ja mensen, we staan hier nou bij een verlaten school. En we gaan nu echt op zoek naar geesten. Oeh, hallo dames, hallo. Wat gaan we doen vanavond? Stel jullie even voor. Wij zijn Jill en Indy en we zijn spokenjagers. Maar jullie zijn echte spokenjagers. Echte spokenjagers. Jullie hebben dit ook al echt vaak gedaan? Ja. En wel eens gekke dingen meegemaakt? Ja. Wat is het gekste wat jullie hebben meegemaakt? Echt een geestengedaante op beeld. Op beeld? Ja. Die nog zwaait ook naar je. Ja. Oh, ik hoop dat dat niet vanavond is. Ik wel, deels. We hebben een camera bij, dus dat is mogelijk. Dat kan, ja. Ja. En wat, heb jij iets geks meegemaakt ooit? Ja, een heel harde duw in mijn rug. Een duw in je rug? Ja. Dus geesten kunnen je ook aanraken of was het gewoon iemand anders? Nee. Het was geen mens? Nee. Kan ik nog weggaan? Nee, maar het is de non-bucketlist. Maar ik weet niet of ik er nog wel bij wil zijn. Weet je dat dit al mijn derde non-bucketlist is? Dat is echt niet fair, ja, hè? Ja, ik heb er nog nul gehad, hè? Nou, precies. Nul. Weet je, sommige mensen hebben pech. Het rad bepaalt. Dat hebben we gezien. Hé, maar we zijn hier dus echt met professionele geestenjagers. Jullie doen dit echt vaker. Ja. En daarom hebben jullie dus ook apparatuur bij. Nou, ik ben echt super benieuwd. Wat voor een apparatuur heb je überhaupt om op geesten te jagen? Nou ja, we hebben de Ghostbox. Daar kan je stemmen mee opvangen. Dan hebben we allerlei IMF-meters. IMF-meters? Ja, dat is voor het elektronisch magnetisch veld. We hebben een coldspot-zoeker. Coldspot-zoeker? Sorry, hè? Dit is niet helemaal mijn vakgebied. Geesten die gaan zich zeg maar manifesteren door energie uit de ruimte te halen. En dan krijg je koude gedeeltes. En die kan je met dat apparaat dus detecteren. Dus als je echt super cool bent, dan moet je uit de buurt blijven? Dan moet je uit de buurt blijven van het apparaat. Anders gaat die ontploffen. Oei. Maar is dit ook... Wow, en wat is dat? Dit? Ja. Dat is echt wel iets seks. Ik dacht, er komt gewoon een zaklamp uit. Ja, dit is, maar wat is... Ik verwacht iets heel droogs. Wat is dit? Een lasercrit. Ja, kan je schaduwen mee vastleggen? Nee, te gek. Ja. Ik kan niet wachten en Mare denk ik ook niet. Ik kan niet wachten om naar huis te gaan. Als we überhaupt nog naar huis gaan vandaag. Nou, We gaan naar binnen. Het is een verlaten school. Hij is echt al... redelijk oud. Ik weet eigenlijk niet hoe oud. Volgens mij vanuit 1583. 15? Jij overdrijft. Ik zeg maar wat. Maar is er kans dat wij vanavond geesten gaan vinden hier? Het zou zomaar kunnen. Ja? Ja. Ik begin het ook wel een beetje spannend te vinden, maar dat moet de pret niet drukken. Dames en heren, we gaan naar binnen. Naar binnen. Let's go! Ah, je dacht hetzelfde als ik. Holy moly. Wacht, ik wil wel nog heel even zeggen. We waren net
met Jill buiten aan het praten. En ze zei al allemaal dingen. Jij zei net dat je een man zag weglopen. Ja, rechts van jullie. En in de bosjes stond een vrouw te kijken wat jullie allemaal aan het doen waren. Gewoon super nieuwsgierig. Maar het is wel goed om te weten dat wij zagen hem en haar niet. Nee, dat klopt. Ja, want ik zie al vanaf dat ik klein ben geesten. Dus er zijn hier sowieso geesten? Ja, sowieso. Nou, dan gaan we op zoek. Succes, jullie mogen voor en wij lopen er al achteraan. Nee hoor, grapje. Dit is wel goed om te weten, we hebben toestemming om hier te filmen. Dus we hebben gezegd dat we hier gingen... Sorry. Ik schrik me nu al kapot, hè. Ik dacht ook dat het is wel goed om te weten dat we toestemming hebben om hier te filmen. Dus als je denkt, hoe komt die deur open? We hebben dit allemaal geregeld. En jij bent... Ik weet niet, wat vangt deze op? Dit is IMF-straling. Dus als er een geest bij jou in de buurt komt... Kijk. Dat zou dus betekenen dat er nu een geest bij jou in de buurt zit. Maar weet dat beneden gaat die heel heftig. Je kan ook vragen gaan stellen, hè. Alle lampjes aan is ja en een paar lampjes aan is nee. Ben jij een man? Nee. Oké. Ik hou deze wel vast. Zullen we de ghostbox aanzetten? Om te kijken of we wat engs horen. Wat is hij nou aan het doen? Aan het scannen. En via het scannen kunnen hun zeg maar woorden gaan... hoorde je hem of niet? Is er iemand die met ons wil communiceren? Wat is je naam? Bert? Bert? Ja? Ik wil dat ook. Is er iets met jou gebeurd? Zijn er nog meer geesten aanwezig? Hij heette Bert. Klopt. Maar er was niet heel veel respons. Kan het dan zijn dat het signaal hier niet sterk genoeg is, dat we door moeten gaan? Dat zou kunnen. Ja. We kunnen het gewoon even verder opproberen. Ja, ik vind het hier wel echt heel mooi. Ja, laten dat we zeker. Wel even... Ja, het is wel een mooi pand. Het is echt zo'n MTV Crypt compilatie. Hier achter deze deur zit ook nog iets. Waar gaan we daar naartoe? Ik heb hier goede verhalen over gehoord. Ik ben benieuwd. Oké, jullie zetten iets neer? Dit was? Deze gaat niet af op elektrisch magnetisch veld, maar op statisch magnetisch veld. Dus dat is eigenlijk meer als ze zich echt gaan manifesteren, echt, zeg maar. En IMF is eigenlijk als ze al gemanifesteerd zijn. Hoor je dat? Ja, hoor je dat? Serieus? Oh, dat heb ik niet. Oh, echt? Ja, echt. Bam, gewoon. Toen we de opnames terugluisterden en het geluid harder zetten, konden we toch zeker een bons horen vanuit de andere kamer. En IMF is eigenlijk als ze al gemanifesteerd zijn. Hierachter? Ja, hierachter kwam het vandaan. Ik maak ook geen grap, dit is serieus, hè. Oké. Ik hoor... Nee, de cameraman peert hem nu. Hi. Kan je mij je naam vertellen? Kom hier. Zullen we de deur eens doorgaan? Zijn ik kom hier? Ja. Maar, Marit, het is wel de non-bucketlist, dus eigenlijk vind ik dat jij voorop moet gaan. Ik ga echt niet doen. In principe... Ja, dat doe jij zelf. Ik zweer! Er werd aangetrokken. Nee, maar ik meen het echt serieus. Ik maak geen grappen, hè? Nee, geloof je. Ja, dit is een grappenstem. Dus... Nee, dat is niet. Ik zweer het echt. Nou ja, en je leunde er een beetje tegen. Nou, dat zou ik doen. Ja, het zou kunnen. Misschien was dat het wel. Na het terugzien van de beelden was ik toch overtuigd dat ik niet zelf aan de deur trok. Bekijk de herhaling en oordeel zelf. In principe. Ja, dat doe je zelf. Ik heb. Oh, jeetje. Ik heb dus begrepen dat hier een klooster binnen is. Oh mijn god. Wow. Dit is sick. Nou, dit is echt heel mooi. Wow. Rick, jij komt vaak in de kerk, toch? Kun je ook zo'n zangding doen? Onze Vader die in hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Hebben we ook iets voor Marit wat zij kan doen? Ik denk dat zij die kousbox maar eens moet doen. Ja, of iets met dat koude wat jullie hadden, of lichtjes. Ja, die cold spot. Zal ik hem even uitleggen? Als je ergens op richt, zeg maar. Kijk, daar komt hij aan. Zie je het? 28 graden, 4.
Als je dus gewoon ergens op richt, 21,4, en zo kan je dus cold spots ontdekken. Dan zit hier de tracker, zeg maar, alleen zonder kogels. Hoe koud moet het dan zijn? Menselijk is zeg maar 26 tot 28 graden, dus dat moet toch wel rond de 18 graden zitten dan. Dit is zeg maar dat waar de mesdienaars en pastoor zich klaarmaakt voor de mes. Oh, sorry, sorry. Ik denk dat zijn ook iemand hier. Oh, dit is de eerste pagina. Oh. Nou, hier lag dus een boekje en ik pakte hem en de eerste pagina staat meteen dit op. Rouwkamer. Oh, dat is meteen heel intens. Na het bekijken van het prentenboekje voelt Jill zich opeens niet zo lekker. Nee, doe maar dicht. Is beter, want ik heb er echt heel veel last van. De kasten die Marit aan het scannen was, gaven Jill een naar gevoel. Het laatste was hier 19,8. Na verdere inspectie werd snel duidelijk waarom Jill zich niet op haar gemak voelde. Als je daarnaast op de grond dus er zit een rapport wel zit daar. 18,4. Er zit een portal daar zo en daar kunnen geesten in en uit naar deze wereld en weer terug naar hun eigen wereld. Dat is dus een Minecraft. Oh! Ja, zo ongeveer ja. Alleen dan zonder blokjes. Maar dan zonder blokjes. Ja. Ja, hij ging wel even af, moet ik zeggen. Hij ging even tekeer, hè? Hij stond erop met je camera, hè? Dus je hebt het gezien. Nee. Waar is Dennis? Hij liep toch net achter jou, of niet? Ja, dat moet wel, maar... Oh, jongens. Dat is chill. Sorry, was ik. Oh. Ik denk eigenlijk of Dylan in de kast zat. Ja, daar is hij al uit. Nee. Oké. Maar waar is hij serieus? Ja, dit vind ik echt... Zit hij nou een spelletje spelen? Dat is niet de goede setting. Ik hoop het eigenlijk dat hij dat doet. Kom op, niet zo grappig. Kom nou, haha. Ik durf echt niet in een andere ruimte. Zit hij niet gewoon erachter dan of zo? Er is hier echt niemand hoor. Oh, nee. Zo ver kan je niet verstoppen of zo? Nee, ik wou dat zeggen. Achter de bankjes van de hoogte. Dat is toch niet grappig, hoor. Je hebt gewoon zo'n ding, hoe noem je dat, orgel of zo? Dat ja. Dingen nog doet er wel. Oh, mijn hart, echt waar. Oh, het is ook zo'n hartmeter. Oh, ik krijg een melding nu. Oh ja. My god. Zal ik naar beneden komen? Liever niet zo. Oké. Ik kom eraan. Nou. Het is Dylan nog maar. Wat vet, hè? Oh ja. Waarom gaat dat ding nog? Maar wat? Kwart over elf. Hoe kan het dat dat ding afgaat? Zullen we doorgaan naar de volgende ruimtes? Ja. Zullen we nog een keer naar huis gaan? Nee. Nog een keer? Ja. Nee, we hebben nu pas de gang en deze ruimte gezien. We moeten nog even door. Volgens mij hebben we nog ongeveer 20 ruimtes te gaan. Ja. Oh, ja. Dat valt reuze mee. En nu is het tijd om met ons geestenteam naar de spookzolder te gaan. We gaan naar boven, naar de zolder. En ik denk dat er ook wat lokalen zijn. Oké. Okay. Oh, hier liggen tekeningen ofzo. Hier liggen tekeningen. En de kinderen die hier gezeten hebben of wat? Ik weet het niet. Hier liggen ook nog allemaal tekeningen. Ja. Ja, ik weet niet, maar ik vind het wel spannend. Nee, Rick, dat komt grotendeels door de muziek. Kijk, want als je de muziek weghaalt, is het een stuk minder spannend, hoor je dat? Oh ja. Maar als je nu deze muziek onderzet, is het helemaal niet meer spannend. Kom, we gaan naar boven. Hoe is het hier, Jill? Zijn dit de goede plekken? Nou, dit zijn wel de goede plekken, ja.
Oh, dat is groot, joh. Ik ga hier ondertussen ook meten, hoor. 18 graden was het, hè, Jill? Ja, dan het is hier goed warm, dus... Oh my god. Is de wastafel daar? Pas op, er ligt een slang. Na de flauwe woordgrap van Jill stopte de camera op mysterieuze wijze met filmen. Het kan ook dat de cameraman gewoon op stop had gedrukt. Maar ja, dat klinkt een stuk minder spannend. En wat er toen gebeurde, gaf ons allemaal de rillingen. Je hoort hier gewoon allemaal voetstappen, zo. Het zijn kinderen. Het zijn serieus al kinderen. Ik ga hier ondertussen... Hoorde je dat niet? Gehuil, hoorde je dat niet? Ik ga hier ondertussen... Ik ga hier ondertussen... Zitten jullie dat nou in scène te zetten of is het echt zo? Je hoort erachter hoe je kinderen gehuil, ik zweer het je. Het geluid van de voetstappen zou er zomaar eens muizen kunnen zijn geweest. Maar voor het kindergehuil hebben we nog steeds geen logische verklaring. Dus ja, geloof het of niet, maar we draaiden niet. En we hoorden hier allemaal echt gekraak alsof er mensen op ons afgerend kwamen. Dat was echt niet normaal. Ik ben met de koolspotmeter nog steeds aan het kijken of er hier iets is. En het wordt hier wel steeds koeler, hè? Ja, ik voel ook een vriesje of zo. Voelen jullie dat? Oh, ja. Sorry. Oh, Jill. Ja. Wat heb je die gekocht? Ik wil die ook. Expert. Oké. Okay. Oh, hier heb je toiletten. Jeetje. Het is nog steeds overal. Waar is Rick nou? Nee, ik zal je. Gast! Oh nee! Ik kan weg met die camera, joh. Lang nog wel even. Dat kun je echt niet doen. Dus. Hey, kwam we hier vandaan? Nee, dit is gewoon een andere trap gehad, denk ik. Zo. Zullen we hier met die groene lamp, of werkt dat hier niet? Ik vond die cool. Die laser grid wil weer. Ja, dat kunnen we doen. Wow. De bitch. Hey. De Efteling hier. Dit is ja. De Villa Volta. Dit is gewoon cool. Maar hier moet je dus schaduwen kunnen traceren. Ja, nu. Klopt. Dus als je die puntjes onderbroken ziet worden, dan heb je eigenlijk gewoon schaduwen. Nee, jullie kunnen dit waarschijnlijk niet zien, maar het is echt heel mooi ook. Omdat met licht, je moet eigenlijk in het donker zien. Wow. Toen we het licht van de camera uitdeden, zagen we tot onze verbazing dat de lichtjes steeds meer verdwenen. Wat dus zou betekenen dat er een geest in deze kamer was en op ons afkwam. Ik zie het. Batterij leeg natuurlijk. Sorry. Ja. Lekker professioneel. We begonnen helemaal te zweten en al. Marit, voel je je nog op je gemak? Of wil je al meer inmiddels bijna naar huis? Ik wil serieus eigenlijk wel bijna naar huis, als dat mag. Ik heb maar nog nooit zo weinig zien praten, serieus. Ja, ik wil eigenlijk op zich wel gewoon naar huis. Oh. Met nog maar één kamer te gaan, kwamen we bijna aan bij het einde van ons spookavontuur. Als het goed is, zijn hier klaslokalen. Hier, Rick, potloden. Ga je gaan tekenen? Nou, kom maar eens hier. Ik vraag me alleen af of dit van de school is of van mensen die hier aan het chillen zijn geweest. Want hier staat ook gewoon een bank. Ja, dat is toch een moderne bank. Ja, echt hè? Mensen zijn hier gewoon gaan kraken of zo. Wow, Rick! Ik deed niks hè. Ik deed helemaal niks. Ik deed het uit zichzelf. Oké, ik deed wel wat. Dit was onze laatste kans om in contact te komen met geesten. Of ze vast te leggen op beeld. Ik hoorde meteen ja. Kun je misschien je naam vertellen? We voelden een sterke aanwezigheid van een andere gedaante. En op dat moment gebeurde er iets wat niemand van ons zag aankomen. Kun je misschien zeggen waar je nu bent? Ik ben hier! Jongen, Rit. Hoe wist je dat ding het was? Dat laken is echt veel te klein. Als je een spook wil nadoen, dan moet je in ieder geval nog wel een groot laken doen. Wat is dit, joh? Daar is je weer, hoor. Ja, sorry. Ik denk dat we moeten gaan afsluiten, want het is hier rustig. Ik wil iedereen bedanken die door de coastbox naar buiten is gekomen. Niemand mag ons volgen. Niemand mag van jullie mee naar huis. Ik wil jullie bedanken. Als jullie toch weg willen, ga dan naar het licht. God zegen jullie. Dit is hoe jullie altijd afsluiten? Ja.
Oké, okay. Top. Oké. Okay. We zijn er nog eenmaal. Ja, dat is waar. Maar ik heb in ieder geval het gevoel dat we ze nu niet naar ons toe halen. Ben je al een beetje over je angst heen gekomen? Er is niks gebeurd. Nee, maar ik ga dit ook niet in mijn eentje nog doen. Of, ja. Nee, hoeft ook niet. Nou, zullen wij dan maar het pand verlaten? Want ik denk dat Marit daar heel erg blij mee is. Ik denk dat ik niet even blij ben. Rick, nee, jij gaat zeker mee. Dat is wel spannend. Paul. Boe! Houd. Zo, we zijn weer terug waar we begonnen waren, namelijk in de gang. Indy en Jill willen jullie heel erg bedanken. Jullie waren echt top om erbij te hebben. Lekker die professionals erbij en ja, fijne avond nog. Ja, wij gaan nog even verder ghostenten. Jullie gaan gewoon door? Wij gaan door. Doei! Doei! Ik ga nog gewoon naar de duisternis zitten. Nou. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik vond het spannender dan verwacht. Maar ik vond het ook heel leuk. Ja, ik vond het ook wel spannend. Hoe vond jij het, Marit? Ja, ik vond het in het begin echt heel spannend. En toen daarna was het wel oké, maar ja, vooral die voetstappen, dat snapte ik echt niet. Maar ja, dat staat niet op beeld, maar ik hoorde echt voetstappen heel dichtbij en dat was echt raar. Doe dit in ieder geval thuis niet na. Wij hadden hier namelijk toestemming voor en we hebben dit met professionals gedaan. Maar goed nieuws, want je kan nu thuis op geesten jagen met... de nieuwe Hidden Sight collectie. Wow, kijk, ik wow. Heb een super mooie doos. Oké. Ja, kijk, hier zit het allemaal in. En op geestenjagen kun je dus doen met bijvoorbeeld deze paranormale interceptiebus. En als je de app downloadt, kun je met je telefoon geesten laten verschijnen tussen je speelgoed. Cool, hè? Maar er zit nog meer in deze doos. Een Griekse ei? Ja, misschien is het jullie wel opgevallen dat er in deze video groene letters voorbij zijn gekomen. En dat is niet zonder reden, want als je ze allemaal achter elkaar zet, dan vormt het een woord. En die moet je invoeren via de link in de beschrijving naar bol.com. En als je die invoert en je hebt het goede woord, dan maak je kans op een Hidden Sight dag met ons. En dat wordt echt heel vet. Zo. Nou, en wil jij nou een van deze bouwpakketten winnen? Laat dan in je reactie een spannend spookverhaal achter. En wie weet, sturen we deze binnenkort wel naar jou op. Zal ik hem even uit jullie handen nemen? Ja, want hij heel was graag, een beetje zwaar. Heel graag. Ja, ik zal hem even zo. Ja. Bedankt voor het kijken allemaal. Klik op het duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En als je respect hebt voor mij natuurlijk. En klik gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's op dit kanaal. Later! 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 Tilly Dill? Nee, niet doen. We gaan naar huis. Ik ga hoor. Jullie tot maandag. Chill. Indy. Zijn jullie er nog?